Hallo allemaal en zoet door de is een nieuwe video op het YouTube kanaal van het Crypto Instituut. Het is vandaag maandag 31 oktober en op deze maandag 31 oktober spreken we een korte prijsupdate over de Sandbox, oftewel Sand. Maar voor we dit gaan doen moet ik jullie zoals altijd eerst wat de deze video heeft geen enkele te tegenwoordig als financieel advies. Laat je dan wel oosten kan gebruiken voor educatieve doeleinden. Ben je daarnaast nieuw op YouTube kanaal, of weet je zeker even op de abonneer knop te klikken. En laat ook zeker een duimpje omhoog achter als je deze video leuk vindt en dus vaker video's wil zien over de Sandbox. Als we nu, zoals altijd bij de korte prijs, dus beginnen dat dagelijks tijdframe, gaan we als eerste kijken naar die IME-ribben. Kijken naar die IME-ribben op het dagelijks tijdframe. Dan zien we op dit moment dat we een tijdje echt wel last hebben gehad van die ribben aan de onderkant. Waar we uiteindelijk dus aan het eind van vorige week en dus ook aan het begin van deze week echt doorheen zijn gebroken. En op dit moment. Deze week dus al die retest hebben gedaan vandaag. En dus een mooie upbounce naar boven toe hebben gekregen met de sandbox. Dus dat ziet er op dit moment best wel positief uit. Ziet dus die onderkant is echt een hele lange periode resistance geweest. Eigenlijk vanaf september tik hem continu uh, een aantal keer aan. En de onderkant continu weggestuurd. We zijn nu uiteindelijk dus boven gebroken na nog een paar testen aan het einde. Van deze maand en is dus nu volledig boven. En we retesten dus nu de bovenkant als support. Zijnde. Op dit moment kijken we dus door naar die 100 IMA als volgende resistent op basis van de IMA's. Dat is op dit moment bij een koers van ongeveer de 99 dollar cent. En daarna komt dus die 200 IMA, en die ligt helemaal bij een koers van 1,35 dollar en 35 cent. Maar op dit moment kunnen we in ieder geval weer genieten van de support van de IMA-ribben, die dus loopt tussen de koers van ongeveer de 85,5 dollar cent tot en met de 80 dollar cent. Gaan we nu door naar de RSI. Op dat dagelijks tijdframe dan zien we op die RSI dat deze natuurlijk hard aan het oplopen is. Dat is natuurlijk niet gek als je ziet dat de sandbox natuurlijk wel een aardige opleving de afgelopen dagen heeft gehad. En natuurlijk voornamelijk gisteren zagen ik dat de sandbox echt wel lekker hard omhoog schoot. Hierbij zien we meteen ook het positieve dat we voor het eerst in een aantal maanden tijd... Weer terug boven die 50 RSI zijn gekomen op de dagelijks tijdframe. Dus we zijn weer terug in bullish gebied. Dus dat ziet er in ieder geval positief uit. Daarnaast lokaal geen sprake van een bearish divergentie. En aan deze run gingen ook gewoon bullish divergenties vooraf. Want zoals je ziet zijn we in een gegeven moment in augustus hier de RSI low gaan maken. Die was zelfs in sold gebied. En je ziet gewoon dat we dat doen. Terwijl de koers natuurlijk uiteindelijk nog lager is gegaan. En de RSI nooit meer lager is gegaan. Dus het wijst natuurlijk overduidelijk op die boeddhist divergentie. Als je hier ook lokaal gaat kijken in oktober, dan zie je dat de RSI echt heel erg minimaal een hogere bodem maakt. Terwijl de koers toen ook nog lager is gegaan. Dus je had zowel lokaal een bullish divergentie. Als dus op een grotere plaat op dat dagelijks tijdframe. Waar we dus uiteindelijk vanuit naar boven toe zijn gaan bewegen. En daarnaast zie je dus lokaal geen hidden bearish divergentie of een bearish divergentie. Ga je natuurlijk echt uitzoomen en dan kijk je uiteindelijk naar die top die je dus ziet in september op de 23ste. Zie je natuurlijk dat we op dit moment wel daar dus ten opzichte lager van zitten. Terwijl de RSI hoger zit. Dus je ziet alleen op het grotere plaatje op het daarstijds frame echt die hidden bearish divergenties. Waarbij je ook wel de vraag kan stellen van zijn deze echt nog wel geldig. Is de kans groot dat deze uit gaan spelen. Waarschijnlijk is dat niet echt hetgene waar je, de, waar je de kracht van moet gaan verwachten. omlaag. Dus het lijkt erop dat we echt verder nu lokaal moeten gaan kijken. naar die RSI. Of dat dagelijks tijdframe. En daar zien we dus eigenlijk op dit moment alleen maar iets positiefs. Dat we weer terug boven die 50 RSI zitten. En dan mee dus op dit moment in het bullish gebied. Op basis van de RSI. Kijken dan verder naar resistance en support. Dan meten we een Fibonacci uit. En als eerst betekent dan een Fibonacci die komt vanuit de bodem die hier gezet is op 17 juni, naar op dit moment de top die gezet is in juli. En als we deze Fibonacci dan uitmeten, dan zie je op dit moment dat we dus nog in oktober iets lager zijn gegaan. Nou heb ik naar de 70 cent rond, helemaal door. Daar uiteindelijk dus een dubbele bodem hebben gevormd en vanaf daar weer terug naar boven toe zijn gebroken. Maar mochten we toch het eigenlijk echt nog lager gaan en ook dus die 70 dollar cent gaan verliezen, dan kunnen we op basis van deze 4 als target in ieder geval de 55,5 dollar cent aanhouden. De 1, 2, 3, 6. En mocht we het echt nog dieper daarna gaan, de 1, 6, 1, 8 bij de 26,6 dollar cent. Kijk dan op dit moment naar de resistance op de daar een Dan met je dus een Fibonacci uit die komt van die top van jullie. Naar ja, dus op dit moment die bear market bodem bij de 70 dollar cent. En dan zie je op dit moment dat het dus heel erg mooi. Die 0236 aan het doorbreken zijn bij die 88 dollar cent. Sluiten daarboven, dan kijk je door naar de 0382. Die ligt bij de 1 dollar rond. 1 dollar is, zoals vaker besproken, psychologisch prijslevel. Dus het is niet gek dat we daar resistance gaan vinden. En je ziet dus ook dat daar het eerste serieuzere Fibonacci level op basis van deze Fibonacci ligt. Naar de 1 dollar en 9,5 cent. De 0,5 voordat je bij die Golden Pocket aan. tussen de 1 dollar 19 cent en 1 dollar 21 cent en een half en daarna de 0.706 bij 1 dollar en 32 cent. En daarna dus op dit moment de high van juli. Maar die hebben ook dus ook in mei al een aantal keer getest. De 1 dollar en 50 cent voor de Sandbox. Kijk dan verder naar hoe de Sandbox er eigenlijk puur op prijsactie voor staat. Qua is en support. Dan zie je dat het lokaal echt gewoon gaat om de 5 cent leveltjes we zien op dit moment dat dus we ook weer bij de 95 cent zijn afgeremd gisteren valt ook samen met de high die we dus gezet hebben in september maar je ziet ook gewoon als we een beetje weer omlaag gaan richting bijvoorbeeld de 85 dollar cent dat daar gewoon ook een aantal keer sprake is geweest van het testen van support of het aanmaken van resistance je ziet bijvoorbeeld dat dat vandaag dus een level is wat support is geweest en hier zie je natuurlijk bij de 80 dollar cent ook weer een heel erg mooi voorbeeld. En hetzelfde geldt natuurlijk voor die 70 dollar cent. Die we juist ook al aanhalen. Als een plek waar we natuurlijk eigenlijk een soort dulle bodemformatie hebben gemaakt met de bear market low. Dus je ziet echt voor de sandbox dat het om de 5 dollar cent leveltjes wel gaat. En daarnaast zie je ook dat we natuurlijk heel erg mooi een break of structure hebben gehad. We zagen natuurlijk dat de sandbox eigenlijk vanaf augustus. Een Beetje in een neerwaarts kanaal kwam. De neerwaarts kanaal is natuurlijk niet ideaal te tekenen als je best wat wicks alle kanten hebt staan, maar je ziet gewoon duidelijk dat dit een neerwaarts kanaaltje is waar de sandbox in heeft bewogen in die periode. En omdat we dus uiteindelijk de 80 dollar cent hebben doorbroken, want dat was de laatste gezette high, waarvan uit nog een keer lager werd gegaan. In ieder geval, op basis van candle bodies zie je dus dat we vanuit daar de ommekeer hebben gemaakt. 80 cent hebben weten te breken. En vanuit daar dus ook echt wel stevig geëxplodeerd zijn met de sandbox. Om dus heel erg mooi die structuur te breken. Van het continu zetten van lagere toppen en lagere bodems. Dus dat ziet op dit moment heel erg positief uit. Mocht de sandbox dus gaan terugvallen, dan wil je eigenlijk sowieso wel die 80 cent dus gaan vasthouden, die is natuurlijk al bij de 85 cent je opgevangen. Maar die 80 cent is in september en in het begin van oktober natuurlijk support geweest. Daarnaast is dus resistance geworden in oktober en heeft dus hierbij gezorgd dat we heel erg mooi die break of structure hebben gekregen. Dus 80 tot 100 cent is sowieso een belangrijk level voor de Sandbox om vast te gaan houden mochten we echt weer een stevige correctie gaan zien voor deze altcoin. We gaan nu nog kijken op het 4 uur tijdsframe Misschien we zien wat 4 uur tijds van Dimitris best positiefs gebeuren voor de Sandbox. We hebben natuurlijk namelijk die push omhoog gekregen. Van ongeveer de 81 dollar cent. Helemaal door richting de 94 dollar cent. En daarna zie je dus dat we al een stukje teruggecorrigeerd zijn. Maar daarna eigenlijk een beetje consolideren tussen de 86 en 90 dollar cent. Dat is positief, omdat op het moment dat je een run naar boven hebt gemaakt, wil je eigenlijk ook dat de prijs consolideert. Gebeurt dat namelijk, is de kans ook groot dat we nog een verdere run naar boven toe gaan zien. En had daar ook een aanleiding voor eerst? Gaan we eens eerst dus kijken naar de RSI. Want op de RSI zien we natuurlijk dat we overbarst zijn geraakt met die grote prijsstijging die we zojuist al aankaarten. Daarbij hebben we de 80 RSI aangetikt. Maar als je op dit moment verder kijkt zie je dat er nog geen persievergentie aangemaakt is. Natuurlijk, deze is wel aanstaande, want je ziet dat de RSI al heel erg hard afgekoeld is. Zoals het dus met de koers niet het geval is. Dus het lijkt wel alle schijn van dat de sandbox deze persievergentie aan gaat maken. Maar daarvoor zal de koers dus een keer hoger moeten gaan sluiten. Dan op dit moment de huidige top bij de 91 dollar cent op basis van candle bodies. Dus daar wacht je op dit moment eigenlijk op. Dus het kan echt nog makkelijk voor de sandbox dat we dus nog een stukje hoger gaan. En we licht door kunnen stoten richting die 1 dollar cent. Richting de 1 dollar, niet de 1 dollar cent natuurlijk, de 1 dollar. Dat we die nog gaan aantikken met de sandbox. Voordat we dus een correctie gaan zien waarbij we dus een bearish in ieder geval gaan aanmaken gaan we nog verder naar de IMA Ribbon. Dan zien we op de IMA Ribbon dat deze natuurlijk bullish is geflipt. En dat deze ook een aantal keer support is geweest. Deze is ook heel erg mooi aangesloten op dit moment. En je ziet dat die ongeveer loopt tussen de 85,5 dollar cent tot en met de 81 dollar cent. Bij 81 dollar cent ligt op dit moment ook de 200 IME. En bij de 80 dollar cent ligt op dit moment de 100 IME. Dus op dit moment alle IME's in ieder geval volledige support voor de sandbox. Op dat 4 uur tijdsframe. Kijk dan nog verder naar resistance en support op basis van Fibonacci. Dan kijk je voor de support natuurlijk vanuit de bodem naar op dit moment de huidige top. Meet je deze Fibonacci op dit moment uit dan zie je dus dat we die 0.382 al een aantal keer hebben opgezocht bij de 85 cent. En dat we op dit moment proberen we weer boven die 88,8 dollar cent de 0.236 te komen om deze een keer tot support te kunnen testen vallen we uiteindelijk toch verder omlaag 82,2 dollar cent 0,5. Voordat je bij de Golden Pocket aankomt tussen de 79,3 en 78,5 dollar cent. En daarna de 076 bij de 75,1 dollar cent. Kijk dan nog verder naar resistance. Dan zou je een Fibonacci uit kunnen tekenen. Die komt vanuit de top die hier gezet is op 6 oktober naar de bodem van de 13. e En dan zie je dus dat we eigenlijk een beetje zijn afgegaan bij die 1, 2, 3, 6. Bij de 91,6 dollar cent. En dat is nog een mogelijk target voor een verdere push omhoog. De 1618 618 zou kunnen zijn, die dus vlak bij die 1 dollar ligt. Namelijk bij de 98,5 dollar cent voor de sandbox. Al met al kunnen we op dit moment voor de sandbox concluderen dat het eigenlijk best wel positief uitziet. Op het dagelijks tijdframe zien we lokaal nog geen bearish divergentie. We zagen bullish divergenties voorafgaand aan die run omhoog. Zien heel erg mooi een break of structure op het dagelijkse tijdframe. Waarbij dus belangrijk is dat we die 80 dollar cent in ieder geval vasthouden. Kijk verder lokaal op het 4 tijdframe zien we hier gewoon positief dat we na de systeemrun omhoog. eigenlijk op dit moment aan het consolideren zijn tussen de 85 en 90 dollar cent. Dat ziet dus positief uit, wat na, na een run naar boven toe wil je eigenlijk consolideren. om daarna nog een keer verder omhoog te schieten. Ook op het 4 tijdframe zien we op dit moment nog geen bearish divergentie. Maar omdat die RSI dus aan het afkoelen is, kan dus een nieuwe candle body high wel daarvoor gaan zorgen. Om wellicht dus een verdere correctie voor de sandbox mogelijk te maken. Dan zitten we weer voor deze video over de sandbox. Vond je deze video leuk, nogmaals laat dan zeker een duimpje omhoog achter. Ben je nog een lid van onze Discord community, dan is het zeker via het linkje in de beschrijving. En dan spreken jullie morgen weer met een gloednieuwe video. En wens ik jullie voor nu nog een hele fijne maandagavond toe. Tot morgen!